Is het posters? Ja, jongens, vandaag ga ik mijn allereerste draft chest openen op Clash Royale. Ik ben benieuwd wat ik ga krijgen. Ik weet niet wat ik kan verwachten. En we gaan een paar potjes spelen. Dus ik hoop dat jullie van deze video genieten. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en op mij te abonneren. En ja, we gaan lekker beginnen. Nou, hier zijn we dan, jongens, de 4005 trofeeën Draft chest. Um, ja, het enige wat ik weet is dat je uh, kaarten mag kiezen uh, welke je wilt krijgen. En we gaan natuurlijk ook andere kisten openen die ik allemaal heb klaarstaan. Dus ja, het wordt zeker leuk. Oké, okay, wat zit erin? Nou, niet verkeerd, best veel goud, ja. Oké, okay, Royal Giant of Fire Spirits. Ik gebruik zelf de Fire Spirits wat vaker, dus ik denk dat ik daarvoor ga. Nou, hier heb ik toch niet zoveel aan, want ik moet nog heel veel kaarten gaan verzamelen. Oké, okay, de dus zeldzame, samen. Ja. Die heb ik ook al niet zoveel aan. Ik ga toch voor de Mecha Minion. Nogmaals, die gebruik ik wat vaker. Alsjeblieft, ik wil 19-Darly. Ja, oké, okay, ja, dat is nice. Ik ben nu zo blij. Oh man, 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 En 19-Darly uit de Dwarf Chest. Dat maakt best wel een goede indruk, ja. Oké, okay, Hex of Plexum? Ik, ik ben best wel lang aan, aan het sparen voor Hex. Dus ik denk dat ik toch voor de Hex ga. Oké, okay, jongens. Wat voor lettering gaan we krijgen? Ik ben benieuwd. Holy shit. Oké, okay, McKnight, alsjeblieft, die heb ik nog niet. Alsjeblieft. Nee, dat meen je. Dit meen je? Alweer weer Sparky of Laverhond? Echt waar, jongens. Ja. En dan moet je een keuze gaan maken. Wordt het de Sparky of de Lava Hond? Lolo. Lavehond kan je die tenminste upgraden. Dus uh, ja, super goede 12 chest. En we gaan natuurlijk ook even alle andere kisten openen. Dus dat gaan we zeker weten doen. Wat zit er in de kroonkist? Ik heb geen idee joh. Niks bijzonders zie je. Ja, helemaal niks bijzonders. Uh, heb ik hier wat klaarstaan? Nee, maar wel een giant chest en een magical en een clan -kist, Dus dat gaan we even allemaal openen. Heerlijke kaarten, ja hoor. Oh, bommengooiers en uh, vliegmachines. Magische kist. Hier moet wel wat in zitten hoor, jongens. Echt wel. Anders ben ik helemaal. Ja? Wat dan, Tobol? Dan word ik gek. Laten we het zo houden. Oké, okay, we hebben meteen uh, twee keer zo samen gehad. Normale. Uh, weer kobolden. Alsjeblieft. Weer niet. Ah, oh, dat is die dan maar. Wat voor epics? Weer de spiegel. Ik heb echt zo vaak spiegel achter elkaar. Maar dat boeit jullie niet. We gaan lekker de tien van de tien... Klankjes openen. Ja, man. Zo, ik heb echt wel veel geld eh, verzameld met die paar kisten: pijlen, seppen, varkensruiter, geloof ik wel, royal giant, ijsgeest, weer niks. Wat voor epic: de bliksem. Ha, oh, wat leuk, wat leuk. En nu gaan wij. Natuurlijk, even de normale ja, leather uh, dingen uh, doen. Want het nieuwe seizoen is begonnen. En ik wil wel proberen wat hoger dan 4000 te komen. Dus ik ben benieuwd. Veel succes. Als ik dit verlies, dan, dan, dan bestaat er de kans dat ik die 12 chess helemaal niet krijg. Oh. Ja, Oké. Okay. Hij heeft uh, nog niks ingezet. Hij zit ook op de 4000 trofee. Hij gaat meteen voor de hoek rijden. Ja, ik heb dan na Tuurlijk niks klaarstaan. Van, uh, hoe heet het, Infernatoren. Maar ik heb het best wel netjes geblokt. Hij heeft ook een vuurbal verspeeld Dus nu kom ik aan met mijn eigen Hulk Rider. Ja, dan heb ik de zap natuurlijk verspild aan die vleermuis. En dan, ja, ja. Wel een hit trouwens. Oh, hij is level 12. Ik dacht al he, 3000 uh, HP. Oké, de skeleton uh, hoef ik eigenlijk niks tegen te doen. Misschien één hit, net niet. Mooi, dat is zeker weten mooi. En dan gaan we natuurlijk, ja... Ik moet wel wat inzetten, want er niet inzetten vind ik echt zonde. Daar komt hij aan. Weer de hok Oké, okay, dan zet ik de Inferno toren verkeerd in. Toch niet? Hoe? Ik dacht dat ik het uh, slecht had geplaatst. Ja, man. Ja, ik zet die kobold er wel in. Ja, die prinses gaat niet dood en dan gaat hij uiteindelijk op de toren. Oké. Okay. Ja, die musketier laat ik gewoon even gaan. Om een zap daarop te gaan verspelen kan ik denk ik beter ook een rijder inzetten dan dat hij waarschijnlijk skeleton army inzet. En dat ik dan ga zappen. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus, ja, ik zet even een ridder in. Een beetje opbouwen, hè? Je moet natuurlijk ook geen domme dingen doen. Oh, daar komt hij al aan. Uh, ja, ik kan alleen maar vuurballen. Dat is een beetje jammer. Ah, oh, nee, 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 nee. Oh, dat ziet er niet goed uit, jongens. Ik denk dat ik dit potje ga verliezen. Maar hij is ook level 12. Dat is zo oneerlijk. Oké, okay, hij heeft zijn skeleton ingezet. Dan kan ik met mijn hokrijder rider aankomen. En minions. Uh, ik zet de minions alvast in. En dan gaan we hoor. Dan gaan we. Oké, okay, huppakee. Go, 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 go. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké, okay, één hit. En dat is twee. Oké, okay, dat is mooi. Ik zap dit wel even. Zijn die bats in ieder geval even dood. En hij gaat alweer meteen in de aanval. Dan zet ik er een Venator even in. Wat de fuck, ik dacht dat, dat ik een musketier had gebruikt. Waarom een vuurbal? Oh mijn god. Nee, vier elixir verspild. Hoe is het mogelijk? Dat is echt, ik schaam me ervoor. Ja, ik heb dit verloren. Ja, maar als die level 12 is en ik plaats de vuurbal mis. Ja, tuurlijk heb ik dan verloren. Oh, gum het alsjeblieft. Kom op, kom op, kom op. Gun het mij, gun het mij, gun het mij. Oh nee. Oh. Nou. Nou, lolnaas. Het lijkt mij verstandig dat ik even geen online portie meer doe, aangezien ik heb uh, verloren. Maar heb je genoten van deze video, dan mag je dat natuurlijk belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie zoals altijd de volgende keer, posters. Later!